Ja, er zou een beeld komen. Ik heb nu geen handtelefoon, zou ik er beter naar kunnen kijken. Dit zijn mijn opa en oma. En die zijn geboren. Ik ben een nakomeling van een nakomeling. Dus zelfs de meeste oudere mensen die benaderen hun leeftijd niet. Die zijn van 1877. Dat is Barend Temeris. En dat is mijn oma, die is van 1878. En die hadden een zwaar leven. Mijn opa was loonwerker, werkte op het veld, dagloner. Een druppel regen, geen werk. Een zwaar leven. En soms vragen mensen aan mij wat eigenlijk nou de betekenis is van de sociaaldemocratie. Heeft het wel betekenis? Soms vragen aan mij mensen ook van resultaten, die moeten toch nu komen? Ik wil nu resultaten. Jullie moeten het nu kunnen veranderen. En als ik dan kijk naar de geschiedenis van mijn opa en mijn oma, en ik redeneer dan de opkomst van de SDAP, want zij sloten zich aan bij dat gedachtegoed van de SDAP, dan zie je zeg maar dat zij, de SDAP stond voor de verzorgingsstaat, de opbouw ervan. En mijn opa die is best oud geworden, maar die heeft nog 1 maand van Drees kunnen trekken. 1 maand. En met dat salaris van Drees probeerde hij een pak te gaan kopen in Rotterdam. Ja, sommige spekmannetjes die... Overigens moet ik erbij zeggen dat het geld van Drees te weinig was voor een pak. Maar hij heeft de poging gedaan. Maar hij heeft die verzorgingsstaat opgebouwd met zijn gedachtegoed, zijn passie, zijn inzet en zelf uiteindelijk daar niet zoveel aan gehad, maar heeft het wel vol overtuiging altijd gedaan. En mijn oma, die wilde heel graag stemmen. Maar vrouwenkiesrecht was geen vanzelfsprekendheid en dat was wel, in het eerste programma van de SDAP stond al algemeen kiesrecht. En toen zij eenmaal mocht gaan stemmen, was zij zwaar leven, bijna uitgewoond, kon niet meer goed lopen, was afhankelijk van met de herenboeren meerijden met het koetsje om naar het stembureau te gaan. Ja, dat mocht wel van die herenboer, maar dan moest ze wel op een christelijke partij stemmen. Nou, dan ken je mijn oma niet. Die houdt zich ontzettend stil, knikt een beetje zodat die boer tevreden is en stemt uiteindelijk SDAP. Maar ze heeft daar dus al heel lang op moeten wachten. Maar ze heeft het bereikt, voor ons allemaal. En dan de leerplicht. En niet alleen tot 14, maar tot 18 had de SDAP. Ook een groot streven. Maar als ik dan kijk naar de geschiedenis van mijn familie en mijn moeder, moest die nog op de 11e stoppen op school, om spruitjes te gaan plukken op het land. Dat is een andere tijd. En dat hebben wij met elkaar bereikt. En onze voorouders hebben dat met elkaar bereikt. En daarom zitten wij hier. En zij hadden geduld. Maar ze hadden ook vastberadenheid. En die vastberadenheid en dat geduld is precies wat ik ook nu aan ons vraag. En wat zo hard nodig is. En zeker als je kijkt wat de opgaves zijn van de sociaaldemocratie, ook in deze tijd. Want als je tot je door laat dringen dat op dit moment kinderen in Bangladesh asbest schrapen van oude schepen, die worden niet oud. Als je spreekt met medewerkers van Philips Lighting, Bouke Arends is daar wethouder. Die fabriek die moet alleen maar zogenaamd vertrekken naar Polen. Al die medewerkers verliezen daar hun baan. Omdat dan het winstpercentage iets wordt opgehoogd voor de aandeelhouders. Of ik sprak buiten net nog met iemand die bij een slachterij heeft gewerkt in Helmond. Waar ze 120 Polen neerzetten. Die moeten hun eigen salaris bepalen, want ze hebben er maar 100 nodig. De betekenis van de sociaaldemocratie is immens. En we zijn nog lang niet klaar met ons werk. Beste partijgenoten, ik realiseer me, we doen het nu met de VVD. En dat is best lastig. Want die staan ideologisch ergens anders en buiten onze zaal, wat wij als congres ooit ingestemd, was de verwachting natuurlijk eens anders. En ook dat snap ik heel goed van mensen buiten. En dan is het ook nog eens een lastige economische tijd, dat niet alles vanzelf gaat. Dat het soms heel moeilijk is, dat mensen hun baan verliezen, dat zzp'ers minder opdrachten hebben. Dat ondernemers minder omzet draaien. Dat ouderen pensioen achteruit zijn gegaan. Maar toch in die lastige tijd vind ik het cruciaal dat wij vanuit onze idealen deze verantwoordelijkheid hebben genomen. En dat we gericht zijn om de wereld te veranderen. En waarom? Ook voor het behoud van die verzorgingsstaat. Waar zij voor hebben gevochten. Want laat ik een voorbeeld geven. Verzorgingsstaat heeft onderhoud nodig.
Ik zat altijd met mijn eigenwijze kont bovenop het ontslagrecht. Daar moest en daar mocht niks aan veranderen. En overigens had ik daar best wel wat bondgenoten in de partij, kijk ik naar Mariette. En dat deden we met volle kracht en volle inzet. Maar op een gegeven moment hadden we de overtuiging dat niemand meer onder ons zat. Want welke van de jonge mensen kreeg nog een vast contract? Terwijl uitbuitingsmechanismes doorgingen. Ontduiking ging door. En daar hadden we geen antwoord op, want dat zat hartstikke vast. Dus ik ben heel trots dat we uiteindelijk de handschoen hebben opgenomen en weer betekenis geven aan die moderne verzorgingsstaat. Want dat is van ons de verzorgingsstaat. En de opgave, beste partijgenoten, is groot. En stap voor stap gaan we naar de wereld van onze idealen. De wereld waar mensen met een bescheiden opleiding ook weer gewoon worden betaald, vast contract krijgen. En niet meer iedere keer op een zijlijn staan. Waar mensen gewoon weer onderling solidair zijn. En het niet gaat tussen wit tegen zwart of rijk tegen arm of oud tegen jong. Maar waar we solidair zijn met elkaar. Dat is volgens mij de wereld naar waar we streven. Een wereld waar onderlinge betrokkenheid weer is, waar samenhorigheid is. Waar vakmanschap weer wordt gewaardeerd in plaats van genegeerd. Dat is wat we doen. En ook daar zijn voldoende voorbeelden en resultaten die we boeken. Alleen al het simpele feit van die salarissen, dat die worden beperkt in de publieke sector. Het is eerder gezegd, dit congres. Maar dat heeft natuurlijk een enorme doorwerking voor hoe die publieke sector is. En daar zijn we nog niet mee klaar. Maar dat is wel weer een stap naar de idealen toe. En dat geduld moeten we hebben, maar ook de vastberadenheid om uiteindelijk die publieke sector weer publiek te maken. En dat gaan we redden met elkaar. En datzelfde geldt, beste partijgenoten, voor de zorg. Kijk, ik ben afgelopen donderdagochtend, was ik naar Hogeloon, Brabant. Klein plaatsje, kleine kern, 2200 inwoners. Daar hadden de bewoners zelf het initiatief genomen tot een zorgcoöperatie. Er waren 14 mensen, dementerend, die daar in het dorp zelf werden opgevangen. Ze hebben die huizen met elkaar bekostigd. Een beetje slinks gebruik gemaakt van de regels die er zijn. Hun enige gevecht is nog met een paar grote instituties. En wie was er voor mij daar al op bezoek geweest? Martin van Rijn, want die staat aan dezelfde kant. En wij kunnen dat veranderen, juist omdat we ook deelnemen in het kabinet. Want dat ik langskom is leuk, maar Martin kan het veranderen samen met de Kamerfractie. En zij gaan dat doen. Wij hebben dat vandaag afgesproken in Van Waarden. Wij maken weer zorgcoöperaties. We geven de zorg weer terug aan de mensen waar het om gaat. Ze zijn geen product, maar ze zijn een patiënt. En datzelfde geldt, beste partijgenoten, voor de heren van Snelle Geld. We hebben hier eerder over gesproken. En dat die bonussen, er waren soms een beetje ongerustheid. Hè? Want dan was ineens, kwam iets in december niet meer in de Eerste Kamer aan de orde. Over die bankenbonussen. Maar dat we de strengste bonuswetgeving hebben in heel Europa, is de verdienste van ons. Daar knokken wij voor. En dat komt voor elkaar. Jeroen doet het. Jeroen heeft het gedaan en Jeroen doet het. En Jeroen blijft het doen, beste mensen. En ook, kijk, ik heb net een boekje gekregen. Dat gaat over geluiden uit de provincie. Want de resultaten worden niet voor ons alleen in de Kamer geboekt. Dat heb ik gekregen van Mark Witteman, die overigens nu burgemeester wordt van Maarsen. Maar dan zie je ook dat tal van provinciale partijgenoten dat ook doen. En dat is ook van belang met de verkiezingen die eraan gaan komen. Of ik nou Janne Wieske noem met haar werkgelegenheidsplan. Of Jos in de Gelderland met het isoleren van de woningen. Het zijn allemaal prachtige resultaten. En beste partijgenoten, mede dankzij dit kabinet zie je dat ook de werkgelegenheid geleidelijk aan weer aantrekt. Dat de woningmarkt geleidelijk aan aantrekt. Dat er meer woningen verkocht worden. Dat is hartstikke belangrijk. En we moeten met elkaar nu door gaan zetten. En we moeten die vastberadenheid en het geduld houden om die wereld van onze idealen te bereiken. En dat gaat niet vanzelf. Want ik heb waarschijnlijk net zoals jullie wel gezien dat D66 en het CDA weer een bondje hebben gesloten. Die hebben namelijk gezegd, ja, de belastingplan willen we wel meewerken, maar dan moeten we wel verder bezuinigd worden op de sociale zekerheid en de zorg. Ja, dat staat precies haaks op onze idealen van de verzorgingsstaat. Wij willen geen nieuwe onzekerheid creëren voor mensen, wij willen weer zekerheid creëren voor mensen. Dat is waar wij voor staan. Dat is ook waar de verkiezingen over gaan. Nieuwe zekerheid voor mensen en breek het bondje van D66 en het CDA. Beste partijgenoten, tot slot nog een persoonlijk iets. Allemaal in het gedachtegoed van mijn oma's. Ooit stond ik als klein jongetje, ik was toen een schreeuwkip, 7 jaar oud, stond ik samen met mijn moeder
langs het raam en wij keken hoe een bus voorbij reed. Ik heb het ooit geschreven aan een deel van jullie. En in die bus zat mijn zus. Mijn zus Barbara was geestelijk niet helemaal goed. Ze maakte het ons best moeilijk. Mijn zus die mocht één keer in de week bij iemand op bezoek en die ging dan altijd bij mijn oma op bezoek. En ik weet nog heel goed hoe het ging. Wij moesten dan zwaaien van mijn moeder, dus ik ging met mijn andere zus aan het raam staan en hopen dat ze terugzwaaide. Meestal zwaaide ze niet terug en keek ze expres de andere kant op. Ik wilde daar niet staan aan het raam. Ik kon wel janken, ik wilde haar dood, allemaal vreselijke dingen. Maar mijn moeder zei, hou vast, hou vol, laat niet los. En die les heb ik in mijn hoofd gepakt. Voor mensen later die ik tegenkwam, die in de ellende zaten, van geef ze een nieuwe kans. En geef ze nog een kans, en geef ze nog een kans, want dat kan goed komen. Maar ook voor onze idealen. En beste partijgenoten, 18 maart zijn verkiezingen. Wij zullen vechten voor onze overtuiging, vechten voor wat we waard zijn. We laten nooit los, we houden vast. Dank jullie wel.